En nu gaan de deuren open en daar verschijnen de beide vorstinnen op het bordes. Koningin Beatrix, prinses Juliana, met daarachter prins Klaus en prins Bernhard. Zijkant van de dam een regen van oranje papier, gezwaai met de bloemen, enthousiasme, vlaggetjes. En zojuist, heb ik afstand gedaan van de regering. Ik stel u hier Beatrix voor. Uw nieuwe koningin. Ik ben blij mijn taak aan haar over te dragen. Want ik kom in goede handen. Evenmin als ik zelf destijds... heeft zij om deze zware opgave gevraagd. Maar hoezeer zij er ook tegenop heeft gezien, zij aanvaardt die innerlijk met volledige toewijding. Steunt er dan ook allen. Gelukkig is ze jong en levenskrachtig genoeg om in de uiterst moeilijke tijden waarin wij verkeren de moed op te brengen die nodig is om te beginnen. Wij gaan allen samen de toekomst tegemoet met al zijn moeilijkheden en mogelijkheden. Allen samen met Koningin Beatrix. Dat ik de behoefte heb mij allereerst tot mijn moeder te richten. Lieve moeder, in de bijna 32 jaar dat u onze koningin bent geweest en zich ten dienste heeft gesteld, van uw medemens. Daarmee hebt u de liefde verworven van ons allen. Diep dankbaar ben ik u voor wat u met vader naast u in al die jaren voor ons land hebt gedaan. Ik kan alleen maar hopen dat mij de kracht geschonken wordt om het koningschap uit te oefenen op een manier die in de lijn ligt van uw wijsheid en uw medemenselijkheid. Op een manier die u waardig is. U bent niet alleen mijn moeder, u bent ook mijn voorbeeld. Op de plaats waar u het eerst als koningin Juliana verscheen, roep ik u nu van harte toe nog vele jaren van geluk en voldoening.
als prinses Juliana. Maar enkele woorden zeggen. Met ernst heb ik mij voorbereid op deze zware taak. En ik besef dat er veel van mij gevraagd zal worden. Toch wil ik deze functie aanvaarden als een grote en mooie opdracht. Mijn uiterste best zal ik doen om mij, met steun van mijn man, het vertrouwen waardig te tonen dat velen mij vandaag schenken. Mogen eendracht de basis zijn waarop, ook in een moeilijke toekomst, onze samenleving in rijke verscheidenheid kan bloeien. Wat mij aan krachten is geschonken, zal ik aanwenden om die eendracht te bevorderen. Geen ander streven heb ik dan mij in te zetten voor u en voor ons hele volk en het land te dienen. Leve Nederland! Zijn Johan de Frieso, Constantijn en kroonprins Willem-Alexander. Prinses Juliana en prins Bernhard hebben zich van het balkon teruggetrokken. Althans, ze staan op de achtergrond. Tijdens de toespraak van prinses Juliana zag u dat er een rookbom geworpen werd. Daar is tegen geprotesteerd door omstanders en de daders zijn door de politie gearresteerd.